op dit moment zijn wij eerste, maar we hebben één match meer gespeeld als Deurne. Als Deurne nu natuurlijk kan winnen van ons, komen ze op gelijke hoogte en gaan ze de kans krijgen om over ons te springen. Dus er is eigenlijk maar één ding dat ons te doen staat, dat is deze match winnen. En zo kunnen we alleen de eerste plaats blijven houden. Maar je ziet, het gaat er stevig aan toe, dus het gaat zwaar worden. De bedoeling is de play-off te doen en dan hen dik zo hoog mogelijk. Natuurlijk, het is een belangrijk, want dat staan tegen de grote concurrenten. We gaan direct zien hoe ver dat wij staan. Het is een fantastische wedstrijd vandaag. Ze zijn twee, juist achter ons. Ze proberen onze plaats te komen pikken. Dus ik verwacht een mooie wedstrijd. Dit seizoen hebben we nog niet tegen hen gespeeld, vorig seizoen wel. Ze hebben altijd een ploeg een niveau hoger gespeeld als ons. Er zitten een paar heel snel en behendige jongens tussen, dus we gaan hard voor moeten vechten. Ja. Deun is een zeer goede gedisciplineerde kern. Hij is een goede speler, vrijwel goede technische. En ook met een goede kop op hun schouders, meestal. Dus daarom, en wij ook, we gaan onze troef is gedisciplineerd te zijn vandaag. Dus daarom gaan leveren, fair, hard, maar wel fair en tussen de regels blijven. De eerste periode zijn we met 2-2 geëindigd. Harde match. Deurne heeft wel volledig speloverzicht moeten, of overwicht moet ik zeggen. Nu komt ook omdat we weer zoals altijd veel straffen pakken, maar de tweede periode is dat toch al iets geminderd. Maar nu staan we toch met 4-3 achter, dus we gaan die derde periode eigen tandje moeten bijsteken om hier nog iets uit de brand te kunnen slepen. Want Deurne is enorm sterk vandaag.